Goedemiddag en welkom bij Joert. Nog een brandwachtkazerne in Friesland ging mogelijk dicht. Dat staat in een nieuw plan voor de Friese brandwacht dat Joert besprutsen is door de burgemeesters. De komende maand zal dat plan verder uitwerken worden. Hoeveel kazernes er blijven en waar ze staan, dat komt pas in het najaar. Het kan dus zijn 0 dicht, het kan ook zijn 7 of 9. Maar ze gaan alleen dicht als ze bijna overbodig zijn. Want we hebben alle vrijwilligers nodig om het werk te doen, maar vanuit de beste plek. De vereniging van de vrijwillige brandwacht komt in verzet in de plan. Zij denkt dat Friesland er onveiliger op werden zal. Er is een nieuw wapens in alcoholgebruik onder jongeren, de zogenaamde Age Viewer. Dat is een apparaat dat eerst het gezicht van een keper van drank scant om te zien of die wel oud genoeg is. De Friese primeur is voor deze supermerk in orde boon. Als iemand hier alcoholkeepje wil, moet de keper het gezicht voor dit apparaat houden. Dat wordt voortendaliks besjoen terug meesken in een speciale centrale in Breda. Bij twijfel kunnen nog vragen worden naar een identiteitsbewijs. Als het duidelijk is, kan de klant gewoon aanrekken. Ja, hij is akkoord. Ja, gelukkig. Maar wat nou als een jongere van onder de 16 de volle order uitschut? Dat is ook altijd lastig. Onze medewerkers zijn er wel op getraind. Zij zien natuurlijk heel veel gezichten door de dag heen. En je moet er als mens ook een beetje talent voor hebben. De producent zei dat deze werkwijze voor 98% van de gevallen betrouwbaar is. Nee, het is niet toegestaan. Ja, ja. Bij het gerechtshof in Ljouwert is vanmiddag het heen gebrot behandelen van twee boeren die weigeren haar skiep eermerken te gaan. Je hebt om Tom de Groot uit Grauw en Henk Bransma uit Bolzet. Nevens de boeren is een eermerk heel pijnlijk voor bissen en kan het uitscoren. Ze vinden dat er ook andere manieren binnen om vee te registreren, liek als een halsbaan. Maar de rechtbank oordeelde in twee toeven zijn oors en verplichtte beide boeren om te eermerken. Maar dat dogen ze nog heel niet net en dat kost ze geld. Die skeer die is op het stuit 20% korting op alle Europese subsidies die een boer krijgt. Dat het mij dit jaar precies 2200 euro kosten. Hoe twee weken, dan docht het half uitspraak. De politie had voor jou meesken uit Winterswijk en om een onhouden voor verzustering en oplichting. De verdachten helden meesken oer om te belissen in bouwprojecten in binnen- en buitenland. Maar het rendement van die belissing waard net uitbetellen. De oplichters hebben met haar praktiek 2 miljoen euro ophellen. En een van de dupierren is een man uit Snits. Het nieuwe multifunctionele centrum van Grauw is vanmiddag feestelijk opleveren. Voor het eerst kon inwoners van Grauw het nieuwe complex van de Oostergoostritten van binnen bezien. De komende man krijgen verskate organisaties een plakje in het centrum. Zwaarginstelling Staland en Noorderbreedte iepen je de letter dit hier nieuwe wenlocaties voor ouderijen en handicappen. De website van Omroep Friesland is vanwege technische problemen al de hele dag uit de loft. Op omroepfriesland.nl is nu alleen nog een tekstside te zien met nijsberichten. De apparatuur die de echte site onderstuurt is stikken. We willen druk werken om de steuring te verhelpen. De Ljouwerter Veenzenis, de Jedere Marwij, voldocht weer aan alle eersten. Dat toch blijkt uit het rapport van de inspectie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het vorige rapport uit 2006 wie tige kritisch over de Veenzenis. Ze zo benamen de werksfeer heel min wijze en zo er net goed communiceerd worden tussen management en de werkvlieger. Teven vindt dat er nog wel wat verbeteringen had als het gaat om het drugsgebruik in de Veenzenis. Drugs moeten uit gevangenissen blijven. Dat is ook het beleid van dit kabinet. Dat was ook het beleid van het vorige kabinet trouwens. Dat is moeizaam, maar dat lukt wel en het gaat ook steeds beter. De West-Indische buurt in Ljouwert moet sloopt worden. Dat wil wenningcorporatie Elkien. In de West-Indische buurt staan er zo'n 130 wenden die nevens Elkien net meer van deze tiert binnen. Er moeten rommere wenden komen en appartementen die het ekkerskik binnen verorderen. Nevens de wenningcorporatie is sloop daarom de beste oplossing. De bewenners binnen Justioen informeert over de plan. En dan nog het waar. Joenen vannacht een blote droeg, het werd een graden stretchen. Morgen zinnen en temperaturen om de 22 graden innen. De wien is matig en komt uit het zuidwesten. Nachts is er kans op rein en mogelijk zit er ook nog tonger bij. En ontzaf weer het Friese nijs in het kwad. Om 6 uur is er weer een nijjoerd. Nog een noffelijke dijfje verder.